Dit is dus de volgende stap. Tulpen plaatsen bij een monument. En dat is eigenlijk wat we wilden. Het moet een heel belangrijk symbool worden. We willen graag dat het het nationale symbool wordt van herdenking en bevrijding. Net als de poppy in Engeland. Ze zijn echt heel mooi. Ze wuiven allemaal een beetje aan. Zie je dat? Stichting Freedom Flame heeft vorig jaar een tulp gelanceerd die de herdenking van de Tweede Wereldoorlog moet ondersteunen. Op steeds meer gedenkplekken krijgt de tulp een plaatsje, zoals hier bij het monument in Warmehuizen. Het moet een sterk symbool worden. Denkt u dat deze tulp die kracht heeft? Ik weet het wel zeker. Sowieso omdat hij eigenlijk prachtige kleuren heeft. Geel en rood, dat zijn frisse, heldere kleuren. Maar vooral die rode streep, die vlam van die hoop voor die vrijheid, die we echt moeten koesteren en met elkaar moeten bewaken. Ja, volgens mij is dat een sterk merk. Het is de eerste keer dat de tulp eigenlijk in zijn eigen gemeente bij een monument wordt geplaatst. Want ze komen uit Sint Maarten. Ja, ze komen uit Sint Maarten, bij Mayfriets. Daar komen ze vandaan. En nu staan ze hier in Warmehuizen, bij een monument. Dus dat is heel mooi. Begint de rest van Nederland al een beetje aan te sluiten? We hebben wel heel veel reacties gehad. Dat het een goed idee is en een leuk initiatief. En noem het allemaal maar op. We hebben nog geen bestellingen gekregen. Dus wordt het hoog tijd voor? Daar wordt het zeker tijd voor, ja. Henk, moeten ze deze kant op? De Noordkop is begonnen, nu de rest van Nederland nog. Ja, Wageningen doet het al. Schagen geeft het vervolgstap. En de Noordkop is goed bezig. Nou, laten we het vooral uitbreiden door alle gemeentes hier in Nederland hier enthousiast voor te maken. We krijgen wel een beetje plint. Ja. Speciaal laten we het voort.